We zijn in de tussentijd nog even doorgegaan naar onze nieuwe woning. Er is wat loos. Melani roept al een tijdje. Er is wat gebeurd. Goedemorgen allemaal, welkom weer in de nieuwe vlog hier op Good Life! Good Life! Kijk daar! Ja, we hebben een staart gemaakt. Twee staarten naar mama. Ik kijk mijn naam! Wow! Ik heb een schoolreisje! Kijk, jij hebt schoolreisje! Dus ja, dat kunnen we zo doen en dan kan ik je zo optillen. Hi, Pipi Lanka, hey, wie wil daar lekkere parfum op? Oké, dan ga ik hier niet halen. Oh. En? Hij ruikt lekker. Dat is de bedoeling. Mijn t-shirt is koud. Ja, dat komt omdat het een beetje op gespoten is van het parfum. Mag ik jou er bij jou ruiken? Jij wordt het alien. Ruik maar, want dat is alien. Lekker. Ruiken. Alien. Kom eens hier. Alien. Jason, wil je bij mij ruiken? Nee. Lekker, hè? Yeah. Ik heb er geen parfum op. Eet je het, hè? Ik ook Joop op. Dat is lekker. Ja? Jij kan twee kinderen optillen. Ja, ik kan twee kinderen optillen. Wat zijn jullie nou kijken? Ja, de buurman zit toch hiernaast? Nee, buurman en buurman. Oh. En daar heb ik zin in. Ja, die moet je maken, kom maar. Zo, lieve schat. Rennen! Ik loop altijd nog mee als ik het laat op heb, loop ik altijd mee met de jongen. Hoi schat. En maar ben jij zo snel? Ja. Maar met Jezus kan het hardste rennen. Ja. Dat denk ik niet, schat. Jezus sneller. Jij hebt langere benen. Ik denk als jij een beetje oefent, dat jij sneller kan rennen dan Jezus. Niet. Alleen ik kan niet zo hard kunnen lopen. Hé, had ik nog niet verteld, papa? Ik had namelijk een briefje moeten invullen voor school voor Jelisha en moeten tekenen. Want Jelisha gaat nou namelijk één keer per week of twee keer per week, weet ik niet, in ieder geval 30 minuten, sorry, per week, gaat ze fysio krijgen, de hele schooljaar lang. Oh, dus, nou zie je, dan ga je toch sneller lopen. Ja. En als je betere schoenen aantrekt in plaats van sedalen, ga je ook sneller. Ja, dat is een feit, sedalen is los. Jason, hè? Dan zullen we zien dat jij gaat winnen. Jullie gaan toch niet mee? Waarheen? Of niet? Waarheen? Naar de school. Nee. Jij gaat gewoon met busje naar school. Veel plezier op school. Dank je. En daar gaat nummer 2. Hebben we er zin in? Klaar voor een schoolreisje? Ja. Kom maar, wandelen maar. We gaan lopend. We zijn aangekomen op een schoolreisje. Kijk. We gaan naar de speeltuin vandaag met school. Hey Jason. Zie. Waar staat daar dan op? Ik! Ja, daar gaan wij ook in. Wat staat hier, man? Entree, 1 euro per persoon. Ja. Betaal je die even? Nee. 5 oktober is hier een speeltuin en Benjefietmiddag van 12 tot 6. Er komen allerlei artiesten, er komen allerlei leuke dingen. De entree is namelijk gratis. Ja, kleine bijdrage namelijk, ja, dat is wenselijk. Als je wat kan missen, dan je mag je een kleinigheidje geven aan hun. Namelijk de speeltuin, die is pas ingebroken en daar hebben ze heel veel geld buit gemaakt. Dus wegen zo'n middag proberen we zoveel mogelijk te gaan ophalen voor ze. Ja, wij zijn er natuurlijk ook bij, dus ja, we hebben onze eigen dingetjes daar. Dus ja, je kan met ons op de foto als je wil, kinderen kunnen met onze kinderen spelen. Dus wil je ons niet missen? 5 oktober, speeltuin Tienbunder. Jong mensen! Ja! We laten de andere kinderen even buiten beeld. Want het is een schoolreisje en op school mag je niet filmen. Oh, wat ga je doen? Ga je eroverheen? Oh, de kleine kindjes worden groot. Ja. Heel goed. Oh,
Nou, ik laat hem verder even lekker met zijn vriendje spelen. Heel goed voor jou, joh. High five. Ga maar lekker met je vriendje spelen. Nou, ben we helemaal thuis. Jesse is even lekker aan het spelen. Ik ga naar boven, ik ga even editen. Er is wat loos. Melanie roept al een tijdje. Er is wat gebeurd. Wat is er gebeurd dan? Ik pak lekker het kwijt van school. Hele kast in elkaar gestopt. Wat krijg je dan nog even voor elkaar? Nou ja, deze planken die hebben wij zelf laten zagen. Ja? Die hebben wij niet gehaald waar de kast hoort. Ja, en? Ja, dus ze komen iedere keer eruit. Want iedere keer krijgt die toch een soort van speling. Zie je dit? Nou. Hij sloopt ook alles, hè? Dan gaan we lekker met z'n twee keer sjouwen. Ja, scheelt. Winter en zomerkleding moeten toch nog uitgezocht worden. Dus ja. Kijk, doe gewoon heel simpel. Hoppa. Moet toch vouwen. Hey, Bob de Bouwer. Ja. Ze hebben ook veel aan gehad, hè? Jij moet je kopen. Je ziet het, goedkoop is uiteindelijk duurkoop. Zo, dat is de laatste. We hebben wat te doen. Gaan we lekker houden. Ja. We zijn in de tussentijd nog even doorgegaan naar onze nieuwe woning. Dit is onze nieuwe slaapkamer. Zou je zeggen, hebben jullie een nieuw huis gekocht? Oh, ja. Ja, kijk eens hier, jongens. Ja, een lekker bedje, hè? Kan ik je ontbijt op bed voor te bezorgen? Ah, nee, we zijn toch gewoon bij de IKEA. Het is weer koopsie hoor, dames en heren. We komen van een paar plankjes. Moet zien, baken staat er weer helemaal vol. Dat hebben ze allemaal weer meegenomen. Prullenbakken. Weet ik wat. Een glazen pot, wat moet je daarmee? Wat is dit eigenlijk? Geen idee. En ze is nog niet klaar ook, hè? Alsof we jou niet zien. Nee, kom, we gaan even door, Melanie. Ja, maar die kast moet vandaag ook nog in elkaar zitten. Ik kan niet de hele dag de tijd om hier een beetje te gaan lopen winkelen. Hey, weet je wat mooi is? Voor de planning te maken. Ja. Goed blijven. Dag, vrouwen. Ik zal er nooit aan wennen. Wat nu weer? Voor de kinderen, de jassen, ze vallen continu eraf. Want een babyhangertje, ze hebben geen babyjasjes meer. Ze hebben gestudeerd de kapstokken nauwkeurig. Deze. Er zijn er 5 en zo. En dan gaat ze nou zoeken in het vak. Heel goed. Omdat ik zo van je hou. Eeuwige liefde. Dank hij gaat nooit dood. Nee, hij gaat nooit dood. En het is nep. Nee, plastic is fantastic. 1, 2, 3, 4, 5. 7 heb ik er nodig gehad. 7? Ja. Nou, net zoals de kast zelf. Komt daar dan. Nou, we moeten gelijk de plankjes maken. Poppetje gezien. Kastje dicht. En ik ga Jason heel eventjes wat halen van dat schoolreisje. Helemaal aan de overkant. En jong, hoe zie jij eruit? Kijk die voeten eens. Hoe was het vandaag? Best wel leuk, ja. Kijk schat, ik heb je roosje ingekocht. En die alle drie, dat is zo van maandag laag. Bring the light on the table. Wat mooi. En weet je, heb je nog wat hier, hè? Ja, nou, hartstikke leuk. En wie hebben wij hier? Ik heb op school geluisterd. Heb je op school geluisterd? Ja. High five. Zwemmen. Dat had ik jou beloofd. Als jij de hele dag lief zou zijn, ja, gaan wij vandaag zwemmen. Ja. Nou, dan gaan we zwemkleren pakken. En dan gaan we achter in de tuin zwemmen. Nee, kan niet papa. Onze zwempot is vies. Ja, die is leeg. Die is vies. We hebben nog niks ermee gedaan. Zullen we dan echt zwembad gaan? Ja. Dan gaan we echt zwemmen. Kom. Ja. Melanie zegt net tegen mij, het is wel koud, hè? Nou, schat, kom erin, nou ben je ook nat. Wij zijn binnen, maar buiten is nu koud. Ja, jullie zijn ja, buiten is koud, hè? Nou, dan gaan we naar binnen. Dat ging niet goed, hè? Van boven op jou.
Nou, zijn we lekker uitgezwommen, hè? Ja. Ja, jij ook? Vonden jullie het leuk? Ja. Lekker afgekoeld? Ja. Wil je dit een leuke video? Doei, doei, doei. En druk een blauw duimpje omhoog. Dan kijk je altijd mijn video. Doei. En nu abonneer op de kanaal. Doe de duimpjes omhoog en abonneren. Hey, vraagje. Willen jullie niet meer vloggen? Jawel. Oh, omdat jullie de video afsluiten. Maar het is al genoeg geweest voor vandaag. We gaan lekker eten. Kun je nog wat voor jezelf doen en gaan we lekker bed in. Ja. Doei. Doei. Lieve vrienden, bedankt voor het kijken van deze video. Als je nog niet geabonneerd bent, doe het even te snel. En vergeet natuurlijk heel even het belletje niet, hè. Tot de volgende keer.